De COVID-19-maatregelen zijn versoepeld de afgelopen week. Echter is het belangrijk om als samenleving voorzichtig te blijven, aangezien de piek van de besmettingen van de derde golf nog steeds niet is bereikt. Ondanks een aantal bedrijven nu weer open kunnen, hebben een aantal sectoren het nog steeds moeilijk, zoals de kunst- en muzieksector. Deze week nemen we de kunstsector onder de loep. Een van harte goedenavond en welkom bij Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over de uitdagingen van de kunstsector in deze periode. Na de break stel ik mijn gasten aan u voor. En welkom terug. Aan mijn tafel vandaag George Struikelblok, geen onbekende hier in de studio. Hij is kunstenaar en gallery owner. Yes. Welkom George. Hey, dankjewel. En natuurlijk, het gaat niet goed met het land en ook niet met de sector. Klopt helemaal. En hoe moeilijk is het voor jou? Nou, als kunstenaar moet ik zeggen van het gaat... Ja, we voelen het gelijk, hè. Vooral het begin. Vanaf het begin hebben wij als kunstenaar het echt, ja, het kwam als een slag. Ja, ja. Weet je, dus je kon niks meer doen, niks fysiek meer doen, geen exposities, je kon niks meer verkopen, je kon geen vergaderingen en zo. Dus het was moeilijk, okay. Nog steeds. Ja, en je hebt het overleefd, we zitten bijna anderhalf jaar later en je bent er nog steeds. Ja, klopt. Kijk, als Federatie van Beeldende Kunstenaars, we zijn een grote organisatie, overkoepelend. We hebben om en bij 60 kunstenaars die verbonden zijn. En ja, je gaat proberen om te kijken van, hey, hoe gaan we met de situatie moeten omgaan? Want heel wat activiteiten van ons zijn on hold gezet. Ja. En sommige zijn wel doorgegaan, maar op een andere manier. Ja. Dus we moesten meegaan met wat er speelde. Mm-hmm. En ja, waren jullie allemaal professionals dat jullie eigenlijk van de kunst leefden? Of zijn jullie teruggegaan naar je oude beroep? Nee, dus kijk, de meeste van de kunstenaars hebben altijd nog een beroep ernaast, weet je. Ja. Sommigen geven les op school, anderen zijn docent op een kunstschool. Ja. Dus hoe dan ook, je hebt toch een kleine houvast. Ja. Maar om weer fysiek een expositie te hebben, nou, aman, ging niet meer, weet je, de vergaderingen moesten weer ook anders aanpassen. En je moet het hebben van je spaarcentjes, weet je, en of kijken van, hey, hoe gaan we om met de situatie? Want geen expositie meer betekent wel dat je geen verkoop meer hebt. Ja. Dus we moesten een aantal dingen doen. Kijk, de projecten die zijn op een andere manier online. We hebben geprobeerd om bijvoorbeeld de dingen die we eigenlijk, de projecten die we hadden gepland, hebben gezegd van, hey, laten we kijken dat we het online kunnen doen. Want niet heel veel kunstenaars zijn zo online, weet je. Ja, ja. Ze houden van het fysieke bij elkaar komen, praten over wat er zich afspeelt. Maar we moeten dit doen, weet je. Dus exposities zoals 45 bij 45 hadden we, dat was in verband met die residentie. Toen moesten we zeggen van, hey, we gaan het online moeten doen en kijken hoe het... Weet je, hoe de mensen daar op reageren. Ja. Ja. En ja, nu hebben we een beetje licht in de tunnel. We zien dat het aantal gevaccineerden, dat het aantal steeds stijgt. Klopt. En is dat hoop voor jou, voor de sector? Ja, dus eigenlijk, het is een beetje gedeeld in de, weet je, in de kunstsector. Want niet alle kunstenaars zeggen van, ay, maar hoe lang word ik als poëtie? Weet je, ja. We hebben ook daarover gesproken, want als Federatie van Beeldende Kunstenaars hebben we ook een beetje bijgedragen toen corona pas in Suriname was, weet je, dus COVID-19, hadden we ook posters gemaakt, weet je, we hadden posters van, hey, let op, weet je, het is gevaarlijk, we hadden spandoeken, we hadden grote murals gemaakt. Dus nu zijn we bezig met Gothic as Poetry, om te kijken van mensen stimuleren, maar
Het is een beetje verdeeld, dus we zijn een beetje voorzichtig daarmee als kunstenaar. Van gaan we het doen of gaan we het niet doen? Ja, ja. Want je speelt met gevoelens van mensen. En als een deel zegt nee en een deel zegt ja, nou dan zeggen we van hé, laten we even aanhouden. Maar we willen onze bijdrage natuurlijk leveren. Dus we willen dan mooie dingen. In plaats van dat mensen steeds zitten te denken aan corona, COVID. Alles op televisie bijna, zoals COVID. Hebben we gedacht van hé, laten we online exposities doen. Ja, en kijken van hé, mensen in een heel andere sfeer brengen. Van hé, kunst maak je blij. Kunst kan je op andere gedachten brengen. Je kan ook plezierig ernaar kijken. Dus zo hebben we gezegd van hé, we pakken maar anders aan. Oké, mooi. We pakken even een korte break en dan gaan we door dadelijk met het programma. En ja, eerder gaf je aan, de mensen zijn een beetje, ik wil zeggen van jawel, ja, nee, tegen het vaccineren. Bedoel je onder de kunstenaars zelf of de gemeenschap? Nee, eigenlijk onder de kunstenaars zelf, want het is een gevoelig ding. Hè? Dus kijk, je wil iedereen natuurlijk gevaccineerd hebben. Ja. Maar er zijn mensen die ook zeggen van, hé, ik wacht even, ik kijk hoe het loopt. Weet je, en je hebt alle respect daarvoor om te zeggen van, want als voorzitter van de organisatie ga ik je niet opdragen, weet je, want je moet het wel uit jezelf kunnen zien van, hé, wat gebeurt er in de wereld? Is het belangrijk dat ik het neem? En denk ik ook aan mijn medemens. Ja. Dus ik wil proberen op een of andere manier met de mensen te praten en zeggen van, kijk, denk, weet je, kijk wat er gebeurt. En maak een goede keus. Ja, ja. Ga het halen, bij wijze van spreken. Dus okay. Zo proberen. Maar dat we echt met iets komen, dat was eigenlijk de bedoeling. Om mensen, om posters te maken, weerspandoeken te maken, om mensen te prikkelen. Ja. Dus je wil wel dat iedereen op één lijn staat voor je. Ja, voordat je dat doet. Ja, ja. Weet je? En natuurlijk, elke crisis zorgt voor inspiratie. Klopt. Dus wat kunnen we verwachten met deze hele COVID-situatie? Dat misschien alle kunstwerken toch een beetje die richting uit zullen gaan? Ja, je weet maar nooit. Kijk, die mensen zijn al bijna 15 maanden thuis, weet je. Dus je raakt geïnspireerd door wat er zich allemaal voordoet. En je hoort het ook. En je ziet ook van bepaalde dingen op Facebook dat kunstenaars al bezig zijn ermee. Ja. Weet je, je ziet mensen met masker. Je denkt van, hé, allemaal schilderen. Weet je, heeft iemand geschilderd met een masker? Dus die prikkelingen zijn er. Mm-hmm. Weet je, dus zo zijn we wel bereid om te kijken dat we misschien over 5 maanden zo een expositie zullen hebben over COVID. En kijken hoe de input zijn van de kunstenaars. En waaraan ze hebben gedacht. En dat er dan een prachtige expositie komt om aan te geven van, dit heeft mij geïnspireerd om dit te maken. Mm-hmm. Dus dat komt nog. En net als de muzieksector, hebben jullie ook gesproken met de overheid? Niet echt. Het is een beetje niet mijn vlakgebied, weet je. Dus ik ben meer beeldende kunst. Ja, ja. Maar natuurlijk heb je vrienden en je ziet ook van, die mensen lijden er echt onder. Ja, ja. Want geen performings, geen shows, geen dit. Dus je voelt het gewoon aan van, de man is hier. Weet je, het slaat ze wel keihard. Ja, ja. Weet je, want een online show heeft niet het effect dan het fysiek. Ja, ja. Fysiek show. Dus je hoort het wel en je ziet van, er moeten oplossingen komen, maar we moeten rustig afwachten en kijken wat de mogelijkheden kunnen zijn. Ja. En bestaat er met deze online mogelijkheid, want ik zag een tijdje terug zag ik toch wel een filmpje op het net of op tv over de kunstenaars in Indonesië, die nu die echt weetjes, ze verkochten veel aan toeristen en nu die toeristensector eigenlijk een beetje aan de lage kant is. Mensen gaan niet naar die landen. Dat ze toch met een museum waren begonnen en zaken anders online probeerden te verkopen. Ja, dus kijk, er is heel veel die zich afspeelt nu online, ook internationaal. Ja. Weet je, al de grote tentoonstellingen die fysiek waren, die gaan nu online. Mensen moeten, je kan je werk opsturen, eigenlijk een foto van je werk. Dus eigenlijk, de pandemie leert ons ook heel veel. Van, je hoeft niet soms fysiek aanwezig te zijn, maar je kan een foto, een hele goede foto opsturen. Mm-hmm. En mocht je werk verkocht worden, dan pas ga je dan over naar het sturen van jouw origineel werk. Dus er zijn dingen die spelen waar je denkt van, vooral ook in Suriname zie je ook van,
laten we kijken, laten we het proberen. En we hebben het gedaan. We hebben nu op Facebook, hebben we als federatie, hebben we online gallery opgezet. Ja, ja, ja. Dus de kunstenaars die thuis werken, die zeggen van, hey, ik heb 3 werken, ik wil het plaatsen, ik wil dat de mensen het zien. Ik zeg, ja, stuur maar, laten we het plaatsen. Het is alleen voor de federatie kunstenaars. Laten we kijken wat er uitkomt. Ik moet wel zeggen, het gaat een beetje gemoeid, want mensen moeten wennen aan zoiets. Hè? Want je ziet maar op je computerscherm zie je schilderij, maar je kan het niet voelen, je kan het niet zien, je kan de structuren niet zien. Maar je moet op een of andere manier het proberen en kijken hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Maar wanneer je zo'n plaatje post, vertel je ook... Komt ook een beschrijving, je inspiratie, natuurlijk je techniek, wat je, de afmeting, de prijs. Dus daarmee zijn we eigenlijk nu ook bezig. Binnenkort hebben we een Kitty Kotti Expo. Ja, dus daar gaan we dan ook kunstenaars vragen om. Trouwens, we hebben ze al gevraagd. Die dingen moeten naar binnen komen. De foto's en er komt een Kitty Kotti. En dan gaan we het zo veel mogelijk promoten. Ja, precies. Want daar was wel mijn volgende vraag. Hoe weten mensen dat er zo'n expo is? Ja, dus kijk. Ja, dus iedereen komt op jullie Facebookpagina. Nee, dus... Wat je ook als kunstenaar hebt, is dat je een netwerk moet gaan opbouwen. Want elke kunstenaar heeft een netwerk. Ja. Weet je, dus online geeft je ook de mogelijkheid om je vriendenkring zo groot mogelijk, internationaal eigenlijk, voor de hele wereld. Over de hele wereld. Dus als wij iets maken, bijvoorbeeld een gallery, ik neem Kitty Kotti als voorbeeld, moet jij zorgen dat jij het ook deelt. Ja, ja, ja. En dan zo wordt het steeds groter. Mm. En veel meer mensen kunnen het zien. Ja. En dan krijg je reacties van daaruit. Mm-hmm. En als er iets verkocht is, maak men contact en zo gaat het gewoon door. Mm-hmm. Ja. En nu zaken aan het versoepelen zijn, focussen jullie ook daarop van wanneer de zaak weer open gaat? Dus wat wij nu hebben, u heeft gezien bij Artblok hebben we een expositie met glaswerken en schilderijen van mij en mevrouw Annemiek Punt. Dus dat hebben we eigenlijk nu als... Expo in Artblok, waarbij we dan ook met de federatie zo bezig gaan zijn. Elke maand proberen we iets anders te doen, zodat het weer gaat leven onder de mensen. Maar dat je ook fysiek aanwezig kan zijn, maar dan echt op afspraak. Ja. Want dan de maatregelen zijn een beetje versoepeld, waarbij je 2 tot 3 mensen wel kan ontvangen. Ja. En die komen kijken en dan als ze behoefte hebben om het echt te zien, dan komen ze bij ons en dan... krijg je hele begeleiding en zie je het ook fysiek en dan kan je bepalen of je het wil of niet. Heb je idee als organisatie hoeveel jullie hebben moeten inboeten aan inkomsten? Nee, niet echt. Maar ik denk dat het een beetje verschillend is qua kunstenaars. Mm-hmm. Weet je, want we hebben jongere kunstenaars en oudere kunstenaars en ook mensen die internationaal bezig zijn. Dus ik heb geen idee wat dat betreft. Oké. Okay. En hoe zit het met de sector zelf? Je had het over jong kunstenaar, dus ik zeg van... Ja. Als je zegt jong, dan ga ik ervan uit dat er groei is. Ja, er is groei. Kijk, de kunst in Suriname is eigenlijk, moet ik zeggen, voor de pandemie heel erg gegroeid. Als we kijken naar de internationale activiteiten, de projecten die er waren of die er zijn, die de Surinaamse kunst, de kunst in Suriname, eigenlijk een push hebben gegeven. Als we kijken naar de expositie van in het Stedelijk Museum nu, waarbij... In Nederland, waarbij 35, dat is de Surinaamse school, waarbij er 35 Surinaamse kunstenaars meedoen met meer dan 100 werken. We hebben de Biennale van Venetië gehad, waar onze diaspora kunstenaars ook hebben meegedaan. Weet je, dus er zijn zoveel grote activiteiten waar de kunst van Suriname eigenlijk een belangrijke rol speelt. We hebben meegedaan in China met de tweede grootste Biennale. Weet je, dus die drive is er. Maar nu met de pandemie is het een beetje minder, maar online gebeurt er wel veel. Dus je ziet wel dat het toeneemt. En de jonge kunstenaars die stromen mee. Ja, ja. Weet je, dus die nemen we natuurlijk als federatie, zeggen we altijd, kom, sluit je aan, zodat je ook meegenomen kan worden. Want je werk kan ook geselecteerd worden voor zo'n grote internationale expositie. En je ziet dat ze wel actief zijn. Mm-hmm. Ja. En onder welke type kunst valt kunst uit Suriname? Hoe schrijf je hem in? Ja, veel meer schilderijen en installaties.
Weet je, kijk, we hebben ook ReadyTex Art Gallery, die is ook bezig. Die is ook bezig in het Caribisch gebied met het promoten van installaties, weet je, kunstwerken. Wat is een installatie? Nou, een installatie is zijn objecten bij elkaar zetten in een ruimte. Uh-huh. En wanneer je ernaar kijkt, naar zo, de objecten die zijn geplaatst, wekt het een bepaald gevoel op. Welke objecten zo? Bijvoorbeeld, nee, dus kijk, de ene die we nu hebben, dat is van Koert Nahar. Ja. Die heeft bijvoorbeeld kalebassen gebruikt. Uh-huh. Weet je, dat heeft te maken met de rituelen van vroeger. Ja. En dan is het niet maar één, maar zeker honderden van die kalebassen. Ja. En wanneer je dat ziet, wekt het een bepaald gevoel. En dat moet dan de mensen prikkelen die ernaar kijken. Mm-hmm. Dus dat is een andere manier van kunst uiten, in principe. Ja, ja, ja. Weet je, niet dat ieder wil schilderen, maar mensen willen objecten plaatsen, zodat je dan het voelt en ziet van, het prikkelt me. En kreeg je diezelfde kick online als bijvoorbeeld nee, de vier... Dus dat is het probleem. Dat is het probleem. En dat is, het fysieke is natuurlijk anders. Ja, ja. Maar je gaat wel, je kan wel erover discussiëren, je kan wel erover praten, je kan uitleggen van hey, dit is waarom je dit hebt gedaan, waarom je dat hebt gedaan. Dus zo zie je dan dat de mensen dan geïnteresseerd raken in het verhaal, maar ook de geschiedenis. Van waar komt zoiets? En is er veel belangstelling internationaal voor de Surinaamse kunst? En, Ja, zeker, zeker. Als we kijken naar de grote activiteiten die er nu plaatsvinden in Nederland en ook in Amerika. Weet je, dus je ziet wel kunstenaars individueel die ook stappen ondernemen. Ja, ja, ja. Weet je, dus het is er. Ik moet zeggen, we kunnen wel competen met ze. Mm-hmm. Ja, ja. Oké. Okay. En ja, hoe zie jij de sector nog in deze tijd? Nou, ik moet zeggen, we hebben ons helemaal aangepast aan de situatie nu. Dus we gaan steeds door moeten gaan ermee, zolang COVID er is. En wat ik al eerder zei, we hebben nu een fysieke ruimte, artblok, waarbij we met de federatie dus fysiek mensen kunnen toelaten. We kijken natuurlijk naar de maatregelen, van hoe dat zich versoepelt. En de kunstenaars moet natuurlijk, kijk, je blijft werken, je blijft geïnspireerd. En als je bij een bepaalde werken hebt die aanspreken voor een bepaalde tijd, weet je, vooral nu. Dus dan kunnen we dat laten zien. Mm-hmm. En dan kan het fysiek zijn, maar dan kan het ook online zijn. Mm-hmm. Dus we blijven, ik denk dat we wel groeien erin. Dat bedoel ik online, want elke kunstenaar heeft nu een website, een Facebook, een Instagram. Dus je moet het hebben, ja. Want anders word je niet gezien. Ja, ja, want fysiek ben je er, kan je werk niet laten zien. Dus je ziet dat we wel groeien daarin. Oké, okay. En zeggen jullie wanneer deze situatie, want elke situatie gaat over op een dag, dat ja. Geloof ik. Dat geloof ik ook hoor. Ja, ja. Zeggen we van, dan stappen we hiermee en dan gaan we gewoon terug naar het oude of wordt het een combinatie? Kijk, natuurlijk de oude, dat is eigenlijk dat fysieke waar je als kunstenaar, we houden van praten, we houden van uitleggen, we houden van, weet je? Dus je hebt altijd de mensen die, maar ook de gezelligheid van, hey, wat doe je, weet je, een biertje. En, dus we gaan natuurlijk terug. Maar dat met online en virtueel, dat gaat sowieso blijven. We gaan sowieso, want daar heb je dan eigenlijk ook nog een bredere groep mensen die je bereikt, internationaal. Dus dat gaat sowieso, denk ik, blijven. En ik denk, we hopen sowieso dat het snel overgaat. Want 15 maanden lang is dat, het is echt een probleem geweest. Het is echt niet te doen. Het is echt niet te doen. En je ziet het, muziekwereld, kunstwereld, eigenlijk het hele cultuurgedoe is echt een, weet je, het cultuurgebeuren is echt stopgezet. Bij wijze van spreken. En dat zou helpen toch om deze periode te overbruggen? Ja, maar kijk, bijvoorbeeld cultuur zijn we ook bezig, weet je, want ik ben ook cultuurman, ik werk ook bij cultuur. Daar zijn we ook bezig met kinderen een beetje prikkelen en ook faciliteren van kunstenaars. En proberen anders te denken dat wij met festivals gaan komen en andere soort activiteiten waarbij de jonge kunstenaars, maar ook kinderen worden toegevoegd, zodat ze dan ook meeliften en meeleren van hoe het anders moet in zo'n moeilijke situatie. Mm-hmm. Ja. En de jongeren, je had het over de kunstacademie, want ik stel me zo voor, als je elders lesgeeft, je stuurt een document en
Mensen leren, ze kunnen tentamen maken, maar ja. Hoe doe je dat met online? Dat lijkt me een beetje moeilijk, vooral de begeleiding. Ja, het is, we hebben het geprobeerd hoor, ik ga je eerlijk zeggen. Via Artblok hebben we video's gemaakt van proberen masker te maken, proberen te denken over COVID, maak een poster, maar dan met een heel mooi verhaaltje, weet je, iemand die het vertelt. Het is weer anders. Sommige kinderen raken wel geïnspireerd, maar het is niet dat die bunch die je nodig hebt. Ja, weet je, want ze willen fysiek, ze willen de docent zien. Ja, ze willen schetsen zien, ze willen dat je een voorbeeld geeft. Dus het gaat een beetje van mooi. Het is een uitdaging. Maar we hebben het geprobeerd. We hebben wel enkele dingen, enkele tekeningen, enkele maskers, enkele opdrachten binnen gehad. Ja. Maar het is even wennen voor de kinderen ook. En het is een beetje moeilijk, vooral kunst. Ja, want hoe loopt dat? Je geeft vaak voorbeelden, toch? Mm-hmm. En dan... Maar ook je contact met zo. En ja, ook het contact met al die andere studenten. Okay. En je had het over cultuur. Het directoraat cultuur. Wat doet cultuur nu in deze tijd om die sector toch te stimuleren? Dus als cultuur hebben wij, als directoraat cultuur, hebben wij niet zo lang geleden een schrijfwedstrijd gehad. En ook een tekenwedstrijd. Dus we zijn begonnen met de jeugd. Mm-hmm. Weet je, waarbij... we hebben het wel fysiek gedaan hoor, maar dan wel op afstand. Weet je, anderhalve meter zitten en ook niet een grote groep. We hadden 15 kinderen, toen mocht het wel. Dus hebben we toen een schrijfwedstrijd georganiseerd. Het was zo dat de kinderen eigenlijk naar één locatie zouden komen. Maar dat was gewoon 100 kinderen bij elkaar, dat neer ook hoor. Ja. Dus wat hebben we toen gedaan? We zijn als docenten zijn wij naar de kinderen toegegaan en naar de verschillende wijken toegegaan om dan met ze te praten en dan uitleggen. En zo hebben we heel wat schrijven, teksten gehad, weet je, waar de kinderen hebben ingeleverd, we hebben tekeningen gehad en van daaruit hebben we toen een selectie gemaakt. En die kinderen hebben hun prijsjes gehad. Ja. Dus zo proberen we nu eigenlijk als cultuur te kijken van hoe kunnen we ook de kinderen, maar ook de jonge kunstenaars accommoderen. Oké. En nu eigenlijk moet je, ook zoals ik het zie, praat ik over gedeelde focus. Je moet eigenlijk focussen hoe je nu overleeft in deze tijd, hoe je dat zo goed mogelijk kan overbruggen. Ja. Maar je leert ook nieuwe dingen. Ja. Of, maar je wil ook terug naar, hoe gaat het zijn van, wat doen we wanneer het allemaal weer open gaat? Ja, je gaat moeten... Alles wat je eigenlijk hebt geleerd tijdens de pandemie, ga je moeten doorgaan ermee. En je gaat terug naar het fysieke moeten gaan. Dus, want wij als kunstenaar hebben dat nodig. Ja. Weet je? Je ziet het als je naar de televisie kijkt en naar een culturele show. Het heeft niet hetzelfde effect wanneer je live bent. Soms zie je aan jumpen mee, je wil ook dansen, je wil ook meedoen. Maar dat ga je daar niet kunnen doen en niemand ziet je. Dus we houden ervan om gezien te worden. Absoluut. En ook je hele kleding en alles. Ja, dus ik denk dat we samen ermee moeten gaan starten. En kijken van hoe gaan we als kunstenaars dat heel ding weer gaan opbouwen. Weet je, en zeggen van we doen fysiek zoals online. Ja. En als we naar de toekomst kijken, want we hebben je vaker gehad in de studio en je sprak altijd over groei van de sector, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Ziet de toekomst er nog steeds rooskleurig uit? Ja, sowieso. Kijk, zolang je... Kijk, kunstenaars zijn doemens, hè. Zijn mensen die graag altijd en je raakt geïnspireerd. En dan ga je kijken wat er gebeurt in de wereld. En de wereld heeft jou nodig. Weet je, heeft ook de creatieve mensen nodig en zij creëren ook online biennales, online exposities. Want ik doe graag mee met dit soort dingen. Ja, zodat Suriname ook op de kaart wordt geplaatst met dit soort internationale platforms. Weet je, dus sowieso moet je meegaan. In elkaar dacht ja, nou, corona, dit is mosta, of zo, mi no do nek. Je moet meegaan. En het geeft je ook nieuwe ideeën. Weet je, en daar moet je gaan inspelen. Virtueel, videokunst heb je ook. Dus dan ga je video's maken, ga je proberen om dat anders te doen. Ja. En ik moet zeggen, we doen het niet onder. Als ik kijk als internationale kunstenaar, zie ik ook heel veel gebeuren. En ook wat er in andere landen gebeurt, want ik heb ook vrienden overal. Maar je ziet ook van Ede, maar zij vechten ook ervoor om, weet je, steeds door te gaan. Ja, en wij doen dat ook. Dus
ik wil zeggen, we groeien wel sowieso. Als je kijkt naar ook wat individuele kunstenaars in Suriname doen. De man, ze zijn niet aangesloten bij de federatie, maar ze doen wel heel veel. Weet je? Dus ik zie het wel groeien sowieso. Geloof je er ook in dat hoe meer mensen gaan vaccineren, dat we terug kunnen naar het heel normaal? Sowieso. Ik denk dat een push moet zijn. Weet je, van ik heb het al, ik heb een spuitje al genomen en ik geloof erin. En, en je denkt ook aan je medemens. Mm-hmm. Weet je, want ik zeg het ook tegen de kunstenaars, maar ook mensen om me heen. Denk niet alleen aan jezelf, maar denk ook aan de mensen om je heen. Zodat je dan ook, weet je, een veilig gevoel hebt. Ja. Want het gaat niet om Migotika Spoiti en Mino Dede. Nee, het gaat om dat we elkaar nodig hebben. Ja. Waar je ook komt, je ontmoet mensen. Je bent bij elkaar. En je hebt een safety eigenlijk voor jezelf, maar ook voor je medemens. En kan je de mensen die dat nu willen wel begrijpen? Dus dat is een lastige vraag. Nee, maar we blijven positief en we blijven ze prikkelen. Weet je, kijk, ik ga je dwang gaan we niet doen, weet je, om je te... Maar we wijzen je op de feiten van, kijk hoe het in andere landen gebeurt. Nederland gaat nu open, geen mondmasker meer. Andere landen zijn helemaal open, dus wij moeten ook daaraan gaan werken. Weet je, we zijn maar een kleine bevolking in vergelijking met andere landen. Ja, ja, ja. Weet je, 500.000, 600.000 mensen, maar come on. Ik bedoel, in andere landen, ja, het moet lukken. Het moest eigenlijk hier sneller zijn gegaan dan daar. Ja, ja, ja. Maar ja, er zijn een aantal dingen die spelen. Ja, oké. Okay. Ja. Dankjewel, Sjors. En heel veel succes. Ik hoop dat we eruit komen. Ja, ja, ja. Ik denk het wel. Ik heb de volle hoop dat we weer normaal, weer alles normaal zal zijn. Oké, okay. Dankjewel. Heel veel succes. Dank je. Dat was Sjors Struikelblok die we onder de loep hebben gehad. We hebben eigenlijk de kunstsector onder de loep genomen. Eigenlijk wat deze sector allemaal meemaakt. Want zoals eerder aangegeven, het fysieke is heel erg belangrijk. Vooral vroeger hadden we elke week een andere kunstexpo. En die zaken kunnen helaas niet meer. Maar er is goede hoop dat het allemaal goed komt. Heeft u dit gemist? Heeft u net ingeschakeld? Dan verwijs ik u naar onze YouTube-kanaal ATV Suriname of onze Facebookpagina ATV Suriname. Ik wens u een heel genoeglijke avond verder en tot de volgende week. Dag.